Deze ja-knikker was een van de velen die in de Amersfoortse markthallen getuigen waren van de Nederlandse kampioenschappen trampolinespringen. In de jongste klasse van 12 tot 15 jaar waren er twee winnaars die u hier beide aan het werk ziet. Hun durf en hun techniek komen door de vertraagde opname nog beter tot hun recht. De belangstelling voor deze sport is niet aan leeftijd gebonden. De beoefening zelf wel. 17 jaar oud is dan ook de winnares bij de dames, mevrouw Baggers uit Apeldoorn. Dit meisje prolongeerde haar titel. En datzelfde deed haar stadgenoot Cleton bij de heren. Ook deze oefening hebben we vertraagd. Tijdens de kampioenschappen die georganiseerd werden door het Koninklijk Nederlands Gymnastiekverbond is gebleken dat deze jonge tak van de turnsport zich in opgaande lijn beweegt, zowel wat de belangstelling als wat de kwaliteit betreft.